Matthias, kun je ietsjes rustiger dat begin doen? Matthias? Iets rustiger, begin iets rustiger en dan langzaam op. Bert, ik wil even oppakken bij dat tjaap, 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 tjaap. En dan had ik nog een vraag. In dat, waar je die gebroken akkoorden doet, hè? Kun je daar... Lekker dat je ermee bezig bent. Weet je wat een goed plan is? Ik denk Bert, ja sorry hoor. Alle lippen die kussen niet zoals de jouwe. Ik vind dat eigenlijk wel lekker hoor, het blote voet op de trap gewoon. Weet je. Sorry, wat zei je nou? Als jij dat aan mij vraagt, dan doe ik dat. Ja, die eerste teken is gewoon echt schitterend. Deze pianistes komen overvliegen vanuit Duitsland. Want daar heb je hele goede friet. Dus dan krijg je vanzelf al het gevoel dat je daar had moeten wonen. En bij andere toetsenisten heb je vaak dat ze te laat zijn. Of te vroeg. Maar zelden op tijd. En Duitse toetsenisten zijn grundlich, zeggen ze daar. Of zoals de Nederlanders zeggen. Hersendood. Hij speelt ook toetsen, hè? Niet? Nee, gitaar. Het is nog niet echt lekker hoor. Probeer eens gewoon één lage noot of een octaaf zo erbij te pakken, weet je wel. Zo, weet je, even een glijder naar dat loopje toe voor jou. Laat hem even staan, want even kijken hoe we dat gaan doen.